Nou, ik ben Maud Stroeks, ik ben 25 jaar. Wat ik allemaal gedaan heb, is ik ben eigenlijk begonnen als danseres. Heb ik onder meer de Christmas Show gedaan in België bij The Bridge. Toen heb ik de overstap gemaakt naar musical. Heb ik onder andere Daans en 4045 in België gespeeld bij Studio 100. En nu speel ik in Adem van het Tijdtheater. Ik speel Rosalie, of officieel heet ze Rosalia, maar haar vrienden noemen haar Rosalie. En ik ben de eerste vrouw van Kuipers. En dat is dan ook mijn relatie tot Kuipers, de eerste vrouw. Mijn personage is iemand die is heel luchtig. Ik kom uit Antwerpen, dus ik ben ook een Vlaamse. Ik spreek ook Vlaams in de voorstelling. En wat is mijn verhaal? Mijn verhaal is dat ik voor Kuipers naar Nederland verhuis. Dus dat is een hele grote stap in het leven van Rosalie. Wat ik wil neerzetten op de bühne is een andere kant van Kuipers te laten zien, die ik hoop dat Rosalie een beetje in hem naar buiten kan lokken. Het leukste aan deze productie vind ik dat Eromond is, want ik heb nog nooit iets gespeeld waar ik geen 2 uur hoefde te reizen of waar ik niet heel goed Nederlands hoefde te praten of Vlaams. Dus ik mag eindelijk in de repetitie een beetje in mijn eigen taal spreken, ook het podium wel Vlaams. Maar ik kan eindelijk repeteren met mensen in mijn eigen taal. En dat is het allerleukste.